riding my bicycle, riding my bicycle. So smooth, so loud. Hartelijk welkom bij een extra uitzending op TV Rijnmond die in het teken staat van de Worldport Classic. De tweede editie van de tweedaagse wielerwedstrijd tussen Rotterdam en Antwerpen. En vanochtend zijn wij vertrokken rond 11:30 in Antwerpen met 137 renners. Dat hebben beide burgemeesters van de havensteden gedaan. Ahmed Abu Taleb, uiteraard de Rotterdamse burgemeester. En Bart de Wever, dat is de burgemeester van Antwerpen. 137 renners waren dus vertrokken. En we zagen aan het begin dat er met name toch geprobeerd werd snel weg te komen. En uiteindelijk is er een aanval geweest waarbij 5 renners op dit moment aan de leiding rijden. En dat zijn Kevin van Melsen, Reinier Honig, Jacob Raten, Kenneth van Bilzen en Florent Barle. Maar vooralsnog werd er vanochtend flink gesproken. Hier zien we de twee Duitsers, Marcel Kittel en Greipel. Nicky Terpstra met Lichthart. En er was bij Brecht, was er na 15 kilometer een eerste tussensprint. En toen kon er directe bonificatiesecondes worden gepakt. En hier is dan de sprint. Het is hier Petacchi. Ja, de oude Petacchi, 39 jaar. En hij won in Brecht hier de eerste tussensprint voor André Greipel. En derde lijkt Mark Renshaw te zijn. Hier zien we rechts dus Greipel gaan. Maar Petacchi die als eerste toch zijn wiel over de streep daar drukt. Daar in Brecht in België. Hier zien we het vanuit de lucht. Zij hebben een maximale voorsprong gehad van 3 minuten en 20 seconden. We hebben ruim 90 kilometer gereden. Een gemiddelde van ongeveer 45,5 kilometer wordt er tot nu toe afgelegd. 72 kilometer nog te gaan op Nederlands grondgebied. En we gaan via Brabant dus naar Rotterdam. En we komen straks via de Moerdijk, via Klundert. Gaan we bij Helwijk nog een tussensprint krijgen. En via Numansdorp gaan we dan via de Heinenoordtunnel en Barendrecht naar de Boompjes in Rotterdam. Voor die eerste etappe van vandaag. De finish dus op de Boompjes. Vorig jaar was het omgedraaid. Toen begonnen we in Rotterdam. Gingen we naar Antwerpen en daarna terug. Maar vandaag, ja, eigenlijk omdat de burgemeester van Antwerpen dat zo graag wilde. Omdat Antwerpen dit jaar de Europese hoofdstad is. Is het omgedraaid. En daar willen ze een traditie van gaan maken. Dat ze om het jaar de start bijvoorbeeld in Rotterdam laten beginnen. Ja, er is ook wel eens een brug die open staat. Daar heeft de tourorganisatie heeft daar niet altijd vat op. En dus hebben sommige renners ook wel even pech. Kevin is niet aanwezig hier in Rotterdam, terwijl hij in eerste instantie wel op de startlijst stond. Hier zien we nog één keer het moment dat de kopgroep verkeerd rijdt. En dan zien we dat Florent Barle eigenlijk als eerste door had dat ze de andere kant op moesten. En de sprinters ploegen dus vooraan met Van Kansel-Leij, met Lotto en met Omega. En wie gaat daar als eerste aan? Het laatste wiel is daar Kenneth van Bilzen van Topsport Vlaanderen. Die probeert dan nu te komen, die Kenneth van Bilzen. En Kenneth van Bilzen gaat het makkelijk redden. Kenneth van Bilzen wint hier de tussensprint en de 3 bonificatieseconden en een geldbedrag dat daarmee gemoeid is. De eerste tussensprint werd dus gewonnen door Alessandro Petacchi en de tweede door deze Kenneth van Bilzen. Kunnen hier ook nog punten worden gepakt bij die tussensprint? En dus gaat Petacchi zich daarmee bemoeien. We zien dat de samenwerking vooraan toch minder wordt. Wordt niet meer zo snel overgenomen. En de sprintersploegen, met name Omega, die willen nu dat de voorsprong
toch naar beneden gaat. Met nog 41 kilometer, iets meer dan 41 kilometer, is die voorsprong dus over de 4 minuten. En dan zien we dus dat wanneer het peloton aanzet, dat die voorsprong toch gezien de ogen terugloopt. Maar kijk, gaat dit wel goed? De angst is er natuurlijk ook altijd op valpartijen. Maar dit gaat gelukkig goed. Nee, toch niet. Een renner van Europcar is dan toch tegen het asfalt gegaan. Dat lijkt me Brian Coquard. Jong talent, waar veel van wordt verwacht. Misschien dat we het hier nog goed kunnen zien in de herhaling. Sommige renners die snijden af. En hier ligt hij al tegen het asfalt. De jonge Fransman Coquard. Nou, zijn ploeg wacht op hem, want hij is toch een van de kopmannen in die ploeg ook. Ja, met de rugnummer 136, de Nederlander Reinier Honig. In zijn ploeg alleen maar Belgen. Hij dus als enige Nederlander in die ploeg. 29 jaar inmiddels. Uit Maastricht. Dus via de Haringvliet gaan we straks richting Numansdorp. We zien daar van Verkonselijk Kenny van Hummel. En zo zien we hoe snel het gaat. Zo was het net 4 minuten. Maar heeft de kopgroep nu nog maar 2 minuten en 30 seconden. En gaat de voorsprong. Ja, de voorsprong slinkt gestaag. Gaat het straks in Rotterdam tussen Greipel en Kittel, de twee Duitsers? Ja, dat zijn toch de beste sprinters in koers. Maar ja, wie weet kunnen we misschien ook een Mark Renshaw of een Pataki als eerste over de streep in Rotterdam verwachten. Maar de echte strijd zal tussen de twee Duitsers gaan. Ze hebben 2 man voorin en dus kan één het gaan proberen. En dat doet dus hier die Jelle Welles. En dat tweede peloton geeft op dit moment toch niet al te veel gas. Want het gat ja, blijft rond die 1 minuut en 30 seconden. Terwijl het tempo dat ze de laatste kilometers eigenlijk hanteerden, daardoor zorgden ze er eigenlijk voor dat ja, de koplopers wel heel snel werden ingerekend. En we zien toch dat dat tempo ietsje omlaag is gegaan. Een peloton op ongeveer 1,5 minuut. André Greipel goed van voren in zijn lottotrein. Hier zien we vooraan Iljo Keijzer. Bekende naam in Rotterdam bij de Zesdaagse. En hij rijdt met name voor Gert Steegmans en Alexandro Pataki. En André Greipel zit er nog fris bij. Ook de Duitse Gerold Siolek is een gevaarlijke outsider. Siolek is nog niet eens zo oud, maar rijdt dit jaar wel voor een wat kleinere formatie. Namelijk voor de Kubeka-formatie, nadat hij in het verleden toch ook voor Omega en Milram reed. Chris Raad namens Garmin. Ja, de samenwerking daar is helemaal weg. Ze kijken al naar achter waar het peloton blijft. Als de renners goed kijken, kunnen ze straks Rotterdam al zien. Maar eerst onder de Oude Maas door de Heinenoordtunnel in.
Kijk, hier krijgen we dus beelden vanuit de tunnel. En een lekke band was het dus voor Willem Wouters van Vacan Soleil. Ja, in de laatste 18 kilometer een lekke band krijgen, ja, dan ben je kansloos. Zeker wanneer je nog eigenlijk hulp moet verrichten voor je kopman Kenny van Hummel. Dit zijn dus beelden uit de tunnel. Dan zien we nog altijd dat de Omega-ploeg daarvoor in het werk doet samen met Lotto. Om ervoor te zorgen dat niet Jelle Waleis heel verrassend met de zege aan de haal gaat in die eerste etappe van Antwerpen naar Rotterdam. Maar dat er gewoon een massasprint straks op de boompjes komt. Deze vier zullen ieder moment worden ingerekend door dat peloton. Van Melzen, Honig, Raad en Van Bilzen. En via Barendrecht gaan we dan straks richting het centrum van Rotterdam. Toch weet hij nog aardig het tempo hoog te houden, hoor, deze Jelle Waleis. Gaat dit goed bij de rotonde? Waar we eerder zagen dat Coca naar de grond ging, gaat het bij deze rotonde in ieder geval helemaal goed. De Jelle Waleis pakte geen bonificatieseconde. Dat deed zijn ploeggenoot Kenneth van Bilzen wel. Ja, mocht hij vooraan blijven, dan pakt hij sowieso de leiderstrui, de blauwe leiderstrui die aan deze rittenkoers verbonden is. En daar gaat ook Belkin zich bemoeien. Vooraan, aan kop van het peloton. Terwijl we al langzaam en zeker richting het Feyenoordstadion gaan. Ja, praten en achterom kijken. Maar deze Jelle Waleis moet straks de Willemsbrug over. En dan draait hij eigenlijk al richting Boompjes waar de finish is. Met nog 4 kilometer te gaan. Heeft hij nog altijd meer dan een minuut. En dan ben je als peloton gewoon kansloos. En gaat hij zijn belangrijkste zege in zijn carrière halen. Hij is dus 24, geboren op 11 mei 1989. En hoe kan je je beter in de kijker rijden bij die grote ploegen? Het is mooi als je deze etappe op je cv hebt. Iedereen had verwacht dat hier een compleet peloton over de Willemsbrug zou rijden. En dat we ons zouden opmaken voor een massasprint in Rotterdam. Maar het ziet er toch echt naar uit. Dat we één man op de boompjes alleen aan de finish krijgen. Die luistert naar de naam Jelle Waleis. Voorsprong is een minuut. Heeft dus wel wat ingeleverd. Maar wij gaan ons straks richten op een sprint op plaats 2. En dan is het maar de vraag of die topsprinters daar zoveel moeite voor gaan doen. Want ik kan me voorstellen als je Marcel Kittel heet, je aardig ziek bent en 4 keer gewonnen hebt in de Tour de France, dat je dan niet alle moeite gaat doen om een tweede plaats te gaan sprinten hier in de eerste etappe in Rotterdam van de Worldport Classic. We zien hier wel nu Terpstra op kop. Ja, nu gaat het dus wel Omega rijden, maar het is te laat. 3 kilometer dus nog te gaan. En Omega rijdt dus voor Petacchi. Want Petacchi zou wel de leiderstrui kunnen pakken als hij tweede wordt. Aangezien hij die... Of in ieder geval tweede in het algemeen klassement. Aangezien hij die bonificatieseconde bij de eerste sprint in Brecht heeft gepakt. Dat is dan nog het doel, lijkt het, voor de formatie van Omega.
Ook het peloton is dadelijk over de Willemsbrug. Marcel Kittel is gelost, is dus niet goed. Of wil niet meer meesprinten. Marcel Kittel ziet er niet goed bij. En met Jelle Walijs zien we dat het toch goed gaat. Rijdt hij richting Blaak. Gaat hij de bocht door. Zo de Maasboulevard op. En dan hoeft hij eigenlijk alleen nog maar naar rechts. Het peloton is nu pas bij Blaak. Terwijl hij al ieder moment straks de Maasboulevard opdraait. Hij kijkt achterom. Maar met 52 seconden voorsprong met nog 2 kilometer te gaan gaat hij dit niet meer weggeven. Het is nog 1 lijn. En dan gaat deze Belg toch voor een daverende verrassing zorgen. Ja, moet geen lekke band krijgen of vallen. En op die Maasboulevard staat weliswaar wind. Maar 1 kilometer en dan ja, rond de 50 seconden voorsprong, dat gaat hij absoluut niet meer weggeven. Ja, er wordt te laat gereden door het peloton. Ze hebben zich gewoon misrekend. En er was niet echt samenwerking bij die sprintersploegen. Waar normaal gesproken op een gegeven moment er toch wordt gezegd van jongens, zullen we samen gaan rijden om de koplopers terug te pakken. Zagen we nu eigenlijk dat met name Lotto het in zijn eentje moest doen. Zo nu dan wel hulp kreeg van de Omega-formatie. Maar bijvoorbeeld Katusha, bijvoorbeeld Vakant Soleil, Saxo Bank, Belkin, Europcar, Garmin, zijn we het allemaal laten lopen. En eigenlijk kan hij op zijn dode akkertje nu richting de finish gaan. En dat is toch wel mooi voor een renner van een hele kleine ploeg. Ze worden niet tot heel veel koersen toegelaten, tot grote koersen. Excuus in ieder geval voor de beeldkwaliteit. En zo pakt hij hier de overwinning in die eerste etappe van de Worldport Classic. Antwerpen naar Rotterdam. 165 kilometer. Al heel snel reed hij vooraan. Hij ging weg dus met zijn medevluchters. En hij weet uiteindelijk het peloton te slim af te zijn. Maar Jelle Walijs wint de eerste etappe van deze Worldport Classic. En hier wordt dan gesprint om de tweede plaats. En is het André Greipel die in ieder geval voor Steegmans, of is het Petacchi, tweede en derde wordt hier de rest van het peloton. Jammer genoeg geen echte spannende finale. Daarvoor was de Belg Jelle Walijs het peloton te slim af. Maar we zien in ieder geval André Greipel die vorig jaar ook 2 keer tweede werd. Achter Bos en nu dus achter Jelle Walijs. Hier zien we nog 1 keer de beslissende demarrage. Ja, het is niet eens een demarrage, hij rijdt gewoon rustig weg. Maar heel verrassend wint Jelle Walijs solo deze etappe. En heeft hij een ruime voorsprong te pakken op de nummer 2, André Greipel. Ik had totaal niet verwacht. We zijn vertrokken. Het was de bedoeling eigenlijk om mee te zijn in de vroege vlucht. Omdat dat aan kwest dat het grotendeels wendaf was ook. We waren met een mooie groep en we werkten goed samen. Had ook een ploegmaat mee. En Kenneth van Bilzen. En de afspraak was hij de sprint nemen. En dan ik zo lang mogelijk in beeld rijden. En dat is zelfs gelukt tot aan de finish. How disappointed are you? Yeah, very disappointed, I think. I don't know how one guy can ride against the peloton so fast. I'm doubting. Are you doubting his way of riding? I think he had a nice motorbike from the TV. That's what I say. But we saw yesterday that Tony Martin did almost the same in the Vuelta. Yeah, but Tony Martin is a world time trial champion, and I don't know who even was it. Ja, ik baal een beetje van het materiaal. Het is een aflopende zaak met de ploeg en we krijgen geen cassettes meer van Campagnolo. En die konden 11 weer niet gebruiken vandaag, want die sloeg over. Kwalijke zaak. Ik klaagde er al 1,5 week over en vandaag had ik weer een wiel met een slechte cassette. Ik baalde van. Wanneer wist jij dat je zou gaan winnen? Op 10 kilometer van de meet kwam de ploegleiding naast me.
een minuut 40. En dan kreeg ik altijd 15 seconden voor 1 kilometer. Dus wist ik dat het misschien mogelijk was, maar dat ik zeker nog alles moest geven. Maar dan kijk ik de laatste 3 kilometer achter me en zie ik nog altijd de ploegauto zitten. Dus dat is een goed teken. Dat is het teken dat het peloton nog niet binnen de 45 seconden zit. Dus dan wist ik zeker dat het normaal gezien ging lukken. Maar ik moest natuurlijk zoveel mogelijk seconden houden, ook aan de meter voor morgen dan. Tom Velers, ja, je zei vanochtend al dat het misschien wel voor jou zou zijn. Dat is ook geweest, want Kittel die moest los in de finale. Ja, Marcel moest eraf helaas. Niet voor mij gereden uiteindelijk, maar voor Jonas Alstrand, onze ploeggenoot. En we hebben geprobeerd een sprint goed voor te bereiden voor hem. Maar toch door de hectische finale raakte hij te vaak ons wiel kwijt. Waardoor we niet op konden schuiven, niet in de mogelijkheid waren om op een kilometer van 3 of 3 van het einde om bij de eerste 10 te zitten. En ja, dat is gewoon nodig in zo'n finale als dit, want anders blaas je jezelf op. Door al die sprintjes van de bochtjes naar de bochtjes. Dus niet aan sprinten toegekomen helaas. Wat verwacht je van die rit van morgen? Ja, morgen is natuurlijk wel een rit wat meer met de wind en zo speelbaar is eigenlijk. Dus het zal morgen nog meer stress zijn. De ploeg heeft vandaag gewoon heel goed gedaan. We zaten iedere keer goed van voren en als er iets ging gebeuren zaten we iedere keer mee. Dus de ploeg functioneert goed en de benen zijn goed van die jongens en ik voel mezelf ook goed. Dus morgen weer een kans. Je hebt nu de leiderstrui om je schouders. Verwacht je die morgen te kunnen houden in de aangekondigde waaierrit? We zullen zeker en vast ons best doen. Maar tegen de Pro Tour ploegen zal het niet simpel zijn als ze een blok vormen. Maar ik hoop van mijn mannetje kunnen staan en ik zal zeker en vast alles geven. Meer kun je niet doen. Valais wint dus voor Grijp op het takkie van Hummel. En verder zien we bij de eerste 16 ook nog op nummer 6 de sprinter Siolek. Maar Marcel Kittel, die stelde toch echt teleur. 26 seconden hield Valais over en hij draagt morgen in de rit naar Antwerpen de leiderstrui. Riding my bicycle, riding my bicycle.